Goedemorgen. Ik kom zo aan, jongen. Ja. Goedemorgen. Hi, ik ben Van de Creator. We zijn nog steeds veilig in de Jellyneck Kliniek, waar ik aan het detoxen ben van mijn verslavingen. Denk aan sigaret, nicotine dus, marihuana en alcohol. Detoxen. Zo. Beetje jammer, want er zijn twee groepen hier. De ene groep is op maandag gestart, de andere groep is op woensdag gestart, zoals ik. Maar de ene groep die gaat weg van hun behandeling. Hun detox zit erop. En dan ga je over naar je vervolgbehandeling. Dus ja, er komt een nieuwe groep ook weer aan vandaag. Van een paar man. En zij gaan weg. Een paar gaan naar boven, anderen gaan naar huis. Dus... ja, nieuwe gezichten, nieuwe mensen, nieuwe ronden. Ik ga vandaag mensen zien die waarschijnlijk binnenkomen zoals ik hier binnen ben gekomen. Dus volgens mij om 9:00 zo zullen we mijn mensen hier op de afdeling zien. Hoe kom ik hier binnen? Ik werd beneden opgehaald. En ik mocht naar boven lopen. En ik mocht me... Tja, ik weet het haast niet meer. Ik moet even nadenken hoe ik binnenkwam. In ieder geval, leuk dat je kijkt naar mijn avontuur. Ik nodig je uit om mijn kanaal te volgen door te abonneren. Ik heb slecht geslapen, man. Ik heb slecht geslapen. De detox begint voor mij eigenlijk pas 3 dagen of whatever nadat ik hier binnen ben gekomen. Dus het heeft even geduurd voordat mijn lichaam zoiets heeft van, oh ja, ik krijg een nicotine. En dan met name die nicotine, die sigaret. Die detox is 3 weken, hè? We hebben het hier over een traject van 3 weken. 3 weekjes. Na 3 weken is je lichaam gedetoxed. Gemiddeld, ja. Craving, trek, dat is iets wat blijft. Hè? Het zal in het begin blijven. En over jaren heen zal het steeds minder worden. Maar in ieder geval, detoxen is voor marihuana en nicotine. Nou, 3 weekjes. En dan is je lichaam, die zit kwijt. De trek niet. Maar wel, je lichaam. Hè? Dat zijn 2 verschillende dingen. En daar moet ik even doorheen. Met alle stemmingswisselingen die erbij komen, kijk waardoor het moeilijk wordt. In ieder geval, we gaan de dag beginnen. Tot zo. Zo, heerlijk gedoucht, man. Oh. Ik zie eruit als Jezus, hallo. Mag ik terug naar de aarde? Iemand is aan de overkant van me. Iemand is binnen. Aan de overkant, dus mensen beginnen langzaam binnen te stromen. Dus we gaan een klein beetje moeten socializen. Het is aan ons, de groep die er al is, om de nieuwe mensen een klein beetje wegwijs te maken hier. En ze welkom te heten, uiteraard. Ik kan me zo voorstellen dat... ik ben benieuwd wat ik ga aantreffen. Want het is natuurlijk een nieuwe groep van mensen die fully in de detox gaan. Ja, sommige mensen hebben hun laatste slokje alcohol hier voor de deur gedronken. Of hun laatste drugs hier voor de deur ingenomen. Of hun laatste jonkel gerookt. Dus over het algemeen komen mensen in een bepaalde staat hier binnen. Zelf heb ik daar niet voor gekozen. Ik heb mijn jonkel gestopt de avond van tevoren al. Alcohol was ik al lang mee gestopt. Sigaret. Ook de avond van tevoren uiteraard. Met die jonko toch? Dus ik was al wel vrij helderder toen ik hier binnenkwam. Ik heb niet voor de deur nog iets gedaan.
Maar ik ben benieuwd wat voor mensen we tegen gaan komen. Wat voor mensen ertussen zitten. Hoe de gemoedsrust zo direct is. Ik hoop dat ze even op zichzelf komen hier. Om zichzelf te helpen. En dan denk ik dat het wel goed komt. Dat het wel goed zal klikken. Ik heb mijn bed opgemaakt. Biddy. Oh, misschien komt er een penslot. Ik ben al verliefd, hè. Niet verliefd, maar je snapt wel. Het oog wordt ook wat in het oog moet gestreeld worden, toch? Het zijn leuke mensen hier, zoals mannen als vrouwen. Gezellige mensen. Het is wel een beetje een probleem wanneer je crazy bent de hele dag door hier. En je zit op elkaars lip. Ik weet niet wat het is, maar... Het is zeer vervelend. En sommige mensen krijgen bepaalde medicatie die je absoluut crazy maakt. Ja. Zeer vervelend. Tja, wat kan je doen? Ik was bang om een speeltje mee te nemen van huis. Want dan weet je dat ze door je koffers gaan kijken, toch? Ze gaan je koffers doorzoeken. Eigenlijk hadden ze moeten meenemen. Was dat eerst dat. Satisfy iets? In mijn koffer. Was eerst hadden ze in mijn koffer moeten gaan, maar goed. Het is goed, hoor. We gaan proberen er een goede dag van te maken. Ik zit ontzettend in mijn vermoeidheid. Los van de detox uiteraard zit er heel veel vermoeidheid in mijn systeem natuurlijk. Wat niet verwerkt is, niet geprocessed is. En shit komt naar boven. Dus het ene moment is het zo, het andere moment is het zo. Het ene uur is het zo, het andere uur is het zo. Ik heb niet voor niets gezegd, ik ga het mezelf niet moeilijk maken. Ik heb niet voor niets gezegd, ik ga dit niet op eigen kracht alleen doen. En ik ga mezelf positioneren. Om iets te doen wat tegen mijn natuur ingaat. Want die detox heb ik vaker gedaan en zo ingewikkeld is het niet. Het is heel zwaar, geloof me, het is heel zwaar. En elke detox die je doorgaat, is een kans dat je weer terugvalt. Hè? Punt. Dus nou, hoe vaak je dat wilt toelaten, weet ik niet. Maar ik in ieder geval heb gezegd, ik ga hier mezelf plaatsen tussen mensen. En ik ga de verbinding aan durven te gaan. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dat ik hier ben en dat ik niet in mijn eentje dit hoef te doen. Want het voelt ook zo dat ik het niet in mijn eentje wil doen. Het leven is al met veel uitdagingen al gevuld. Dus daar waar je het jezelf een klein beetje makkelijker kan maken, doe het. Maar het betekent wel dat je die ego aan de kant moet schuiven en zeggen tegen jezelf, weet je wat? We moeten echt iets anders doen om het doel te bereiken, want het verleden vertelt me dat. Het resultaat wat ik vandaag heb is die inspanning uit het verleden. Dus als je niet tevreden bent met het resultaat wat je vandaag de dag hebt, dan is er gelegenheid om nu verandering te maken. En die verandering begint met kleine stapjes. Door dit in ieder geval te beseffen van, hey, ik moet misschien iets anders gaan proberen. En als je de ruimte geeft in je hart en je geest om dat in ieder geval te planten, dan zal vanzelf de volgende stap langzamerhand ook komen of zich aanbieden. Dat je ernaar kan kijken en ziet van, Okay. Whatever it is, keep moving forward. Zo, het is grappig om te zien dat mensen lekker binnen aan het stromen zijn. En waarschijnlijk hoe ik ook hier binnenkwam, niet zo lang geleden. En ziet er van, Okay. Laat het maar over ons heen komen. Ik zit mooi te werken achter mijn computer. Ik ga even wat socializen met even contact maken. En zien hoe we elkaar kunnen helpen. Ik ben blij om mensen te zien binnenkomen. En vooral wanneer ik Blakasma, zwarte mensen, zie binnenkomen hier, word ik nog gelukkiger. En ik zie het hoor, wanneer ze me zien, dat ze... gelijk een klein beetje opgelucht zijn van, Okay. Minimaal één Blakasma. Ja, snap je? Is hier. Ik ben niet alleen, hè. Vooral wanneer je een Surinamer herkent, toch? Dus, is goed. Is heel mooi. Ik ben benieuwd. Veel succes aan jullie. Jullie gaan het nodig hebben. Eigenlijk gewoon weer een dag. Een detox-dag waar ik opsta. Ik me aan een schema hou, een ritme hou, verveling moet toelaten
moet zitten en ook soms gewoon niets doen. Om tegen mezelf te kunnen zeggen, het is goed, je hoeft niet te gaan grijpen of zoeken naar verdovende middelen om jezelf bezig te houden. Dus al met alles is er veel Nou, ik weet niet wat mijn volgende zin gaat zijn, hoor. Dit is een onderdeel ook van het detoxen. Ja, mijn hersenen zijn niet wat het moet zijn. Ik heb wel een rare soort vorm van focus, maar in een moment ben ik het ook weer kwijt. Dus al met al een goede dag. Ik denk ook dat het wel fijn is dat de nieuwe mensen er zijn om wat energie ook erin te pompen weer in de groep. En ten tweede, het is goed om te zien hoe mensen vandaag in kritieke toestand binnenkomen. Om mezelf ook wel te herinneren waarom ik hier ben en wat ik hier doe. We gaan die kant op. Nou goed, die nieuwe mensen zijn helemaal ready. Het is nu ook heel erg laat. En op zich een mooie dag. Ik ben verschrikkelijk moe. Ik heb lekker gewerkt achter de computer. En ik moet echt gaan slapen nu. Of proberen te gaan slapen. Dankjewel voor het kijken en ga naar de volgende vlog. Die staat ongetwijfeld ook al online. Dankjewel.